heb het mezelf geleerd. Ik was zo fier dat ik het kon. Gewoon door te experimenteren. Ik heb een concept bedacht dat als je binnenkomt in de kamer, in het kot, dat je eigenlijk in het hoofd van iemand terechtkomt en dat je zijn gedachten hoort en zijn beelden ziet, wat hij in zijn hoofd ziet en hoort. De muziek ook. Het is eigenlijk zo'n mengelmoes van gedachten zou zijn. Als ik niet doe, dan denk ik, dat moet niet over, want het is te koud, dus spring ik op en neer, op en neer. Er gestoord hard mij. Die verschillende personen stelde eigenlijk dan verschillende niveaus in je hoofd voor. Allee, dan heb ik dat zo beschreven als de rechter hersenhelft, deur 2, de linker hersenhelft, benedenverdieping, bovenverdieping. Ik wou dus de chaos van het hoofd uitbeelden. Dat alles maar door en door en door gaat. Maar af en toe ben je zo even één seconde met één ding bezig dat echt al je aandacht vereist. En dat wou ik dan daarmee uitbeelden. Dat iedereen dan gewoon keihard van fuck. Godverdomme! Dat staat u mee! Ik ben zeer geïnteresseerd in de natuur. Allee, de meeste van mijn kunstwerken gaan over natuur, niet allemaal. Maar ik studeer dan ook biologie. En ja, dat heeft dan, is dan ook gelinkt aan elkaar. Ik hou heel graag van details in de dingen. Als ik 's ochtends een zeldzaam moment buiten loop en ik zie al die druppeltjes op het gras en die glinsteren in de zon op die kleine beestjes die daar dan rondzweven en zoeven en lopen, dan ja, vind ik dat prachtig en dan probeer ik dat dan vast te leggen. Het was eigenlijk eerst Amusez-vous, of mensen van Amusez-vous, die keken of dat kot wel geschikt was voor en voor wat, of dat er een bandje zou inpassen. Of, ja. Zij beslissen het waar dat voor gaat. Thank you.